Kopper is ontstaan omdat wij tijdens het MKZ merkten dat eigenlijk export belangrijker was dan dierwelzijn. Oeh, lekker. En mijn moeder is hiermee begonnen om een brug te bouwen tussen burger en boer. Dus eigenlijk de burger weer terug naar de boerderij te krijgen om te laten zien hoe belangrijk het is dat wij boeren er zijn, maar ook hoe geweldig een koe is. We zijn bij de koeien aangekomen en wat ik dan eventjes wil leren is dus die taal van de koe. En het zijn dus die ogen en die oren. Zie je die koe daarachter? Die staat eigenlijk vrij met haar oren naar voren. En dat betekent eigenlijk dat ze dus alert is. Dus ze denkt van, hé, wat is daar aan de hand? We willen eigenlijk een koe hebben, deze ook. Een koe hebben die lekker die oren een beetje in de nek heeft. Want een koe die de oren in de nek heeft, betekent dat ze helemaal ontspannen is. En dat op dat moment eigenlijk niks is wat wat ze eng vindt. Dan hebben we die ogen. Zijn die ogen lekker een beetje op 6:30, zoals dit, hè? Zo lekker dicht, dan is het prima. Zijn ze heel groot en soms ploppen ze er bijna uit. Je ziet bij die koeien, die kijken echt een beetje zo van, oh, wat gaat daar gebeuren? Dan vinden ze het wat spannender. Die zit helemaal, hè? Ja. Het mooiste van een koe is dat ze nee schudt als ze niet wil. Dus je gaat met je hand naar haar neus. En zou ze niet willen, dan doet ze echt heel duidelijk nee schudden. En dat zul je zien, als je het meemaakt, denk je wel, oh ja, dat is duidelijk nee. En dan laat je haar met rust. Maar als ze het dus wel oké vindt, ga je haar lekker een beetje kriebelen. En ze vinden het vaak hier lekker of over de ogen. Moeder koe likt kalf ook over de ogen om haar gerust te stellen. Dus eigenlijk als je dat bij haar nu ook doet, geef je eigenlijk aan dat het oké is wat je doet. En dat ze gewoon lekker mag ontspannen. Wat wij zien is dat mensen er heel rustig van worden. Een koe heeft 4 magen. En dat werken van die 4 magen, dus eigenlijk dat herkauwen, is eigenlijk een hele relaxte massage. Een koe is bijna 39 graden warm. Dus het is tegelijkertijd dat je tegen haar aan zit, word je gewoon heel rustig heen en weer gedeind. Nou, wat we eigenlijk proberen is altijd iemand zelf te laten kiezen voor de koe. Omdat we dan denken dat het beste matcht met jouw karakter. Dus welke koe zou jij het leukst vinden om te knuffelen van deze 2? Ja, laten we het Bij Helen. Bij Helen. Is goed. Ga ik het heel eventjes jou voordoen. Ja. Dan kun je een beetje zien hoe wij die stappen dus nu toepassen. En ze is helemaal aan het relaxen. De poot is ook uitgestrekt. Ze kan prima ook met de poot ingeklapt liggen. Maar daar heeft ze nu gewoon lekker even geen zin in. Wat je doet, is dus de hand naar de neus. Nee, meisje. Oh, ga je nu die beide poten strekken. Oh, dit is dus een totale overgave. Als ze het heel lekker vinden, kunnen ze dus tranen krijgen. Kunnen ze gaan kreunen. En wat ze eigenlijk nu aangeeft, is kriebel me lekker. Ja. Och, juist lekker, hè, meisje. Je ziet er inderdaad ook echt genieten, hè? Ja, mooi, hè? De ogen helemaal dichtknijpen. En ja, ze valt echt in slaap. Nou, en wat je dan vervolgens doet, is je gaat op deze buis zitten. Draait je met je rug naar haar toe. En wat heel belangrijk is voor jou zo direct, als je tegenaan zit, om even uit te ademen. Want het is natuurlijk best spannend, een groot dier moet je tegenaan zitten. Eventjes, ga je even nestelen tegen haar aan. Ik zou lekker zo gaan zitten. En als ik zit, kan ik ook lekker kriebelen. En dan kan het zijn dat ze dus haar hoofd in jouw schoot gaat leggen. Dan moet je niet vergeten, dat is, nou, ik denk ongeveer 20 kilo of zo. Dan drukt ze, nee, maar het is wel veel, maar ze drukt het echt flink even aan. En dat doet ze puur en alleen uit liefde. Jaloerse dame, hoor je? Ik wil ook. Oeh, meisje. Als ik voor mezelf spreek, ik word er heel rustig van. En we zien ook echt mensen die gewoon in slaap vallen. We hebben een vrouw gehad met een kind met slaapproblemen. En die is hier gekomen, heeft haar kind op schoot genomen. En dat kind heeft gewoon een hele tijd geslapen. Of kinderen met, of mensen met autisme die gewoon spontaan in één keer heel relaxed zijn. Of ADHD heel relaxed worden. Maar ook jij en ik geen labeltje hebben, maar wel heel rustig ervan worden. Ja, het is wel echt een heel fijn gevoel. Het is heel apart als je, dat je zo'n dier van, nou ja, inderdaad, 800-900 kilo wegdeed. Ja, dat je daar zeg maar zo tegenaan kan zitten en dan zo, dat het ook zo rustig blijft. En het is ook heel apart dat dier zo inderdaad jezelf ook opzoekt. Dat hij echt contact zoekt, zeg maar. Ja. Nou, wat het voor de koeien betekent is ook heel erg mooi. We zien dat de koeien gelukkiger zijn, doordat ze meer endorfine in hun lijf hebben. Of eigenlijk oxytocine, hè, het knuffelhormoon. Geef je maar even aan waar ik je moet kriebelen. Daardoor geven ze eigenlijk meer melk. Is de melk langer houdbaar, hebben we laten testen. En de koe is gelukkiger en dat is natuurlijk heel belangrijk. Je ziet dat de hiërarchie onderling
Het is ook veel relaxter. Dus we hebben vrij weinig dat je ziet dat er heel veel opstootjes zijn binnen de stal. Je ziet gewoon eigenlijk dat de koeien gewoon ook relaxed zijn. En dat is heel belangrijk. Kalfjes krijgen veel liefde van ons. En ja, ik denk dat ze daar heel blij mee zijn, hè, meisje? Kom eens terug.